op deze plek hebben vroeger, en veel van jullie hebben hier, wonen hier in dit gebied, die weten dat nog beter dan ik, hebben hier boerenwoningen gestaan. We geven een rondleiding. We dachten, laten we eens een keer zien aan de mensen van Weert en Nederweert ook natuurlijk, van waar we mee bezig zijn hier op Kampers Hoek. Dus ik wens jullie heel veel plezier vandaag. Geniet ervan, stel de vragen die je hebt. En ja, laat je een beetje inspireren door het verleden om te groeien in het heden. Dankjewel. Nou, het belangrijkste wat we nou de laatste tijd hebben gedaan, dat is graven onder de boerderijen die er nog een half jaar geleden stonden ongeveer. Die zijn inmiddels gesloopt en dat is een uitgelezen kans om archeologisch te kijken onder die boerderijen. Want die zijn al van begin 1900. Maar wat gebeurt er voor die tijd? Staan die boerderijen er al veel langer? We weten de oudste kaarten staan er ook al boerderijen in rond 1800 ongeveer. En kunnen we laten zien dat er constant bewoning ook hier is geweest? Een paar jaar geleden wisten wij nog helemaal niet hoe nou die ontwikkeling van die latere kleine gehuchtjes en kernen, nou, zoals wat je hier hebt gehad, maar op heel veel plekken rondom die akkergebieden had. Zie je daar nou een bepaalde continuïteit en zie je dat op een gegeven moment verdwijnen en vele honderden jaren later pas weer terugkomen? En wat dit leert eigenlijk, je ziet dat er constant bewoning is geweest. En dit is een unieke kans hoor, want zelden kun je zomaar eventjes onder een gehucht gaan kijken. Meestal staan die huizen er nog, ja, dan ga je niet in de achtertuin graven natuurlijk. Het meeste wat we opgaven, dat zijn sporen, kleuren in het zand. En dat zijn dan boerderijen en dergelijke, waar wij precies van weten hoe die dingen eruit hebben gezien. Dus we worden heel enthousiast. Maar als een leek ernaar kijkt, ja, dan zie je helemaal niks. Terwijl als je hier zo naar die muren kijkt en dergelijke, ja, dat is best wel indrukwekkend. Dat is een soort van Rome wat je hier ziet. Hè? De ruïnes die je hier tegenkomt, of Pompeji bijvoorbeeld. Hè? Dat is wat je hier ziet. En dat zijn allemaal kleine puzzelstukjes. Dat is muurwerk. En dat kun je goed documenteren. Of je dat dan moet laten liggen voor de nabestaanden, voor de mensen die in de toekomstige generaties, zeg maar. Nou, ik denk het niet. Ik denk niet dat dat nodig is. Want dat vergt heel veel onderhoud. Er gaat van alles op groeien en dergelijke. En het is niet zo oud wat je nou ziet. Alleen een goed verhaal ervan bijbrengen. En ervoor zorgen dat het goed allemaal gedocumenteerd is. En dat je die verhalen kunt maken. Dat is wel het belangrijkste doel van de archeologen hier.